Ja, dank u wel. Het onderzoek is inmiddels ondergebracht in een team grootschalige opsporing. Dat team dat bestaat uit leden van het KPC, Korps Politie Curaçao, het RST, het Recherche Samenwerkingsteam, en ook met bijstand van de Koninklijke Marechaussee. Boven dat team is een stuurgroep ingesteld. Die stuurgroep die bestaat uit de korpschef van politie, de teamchef van het KPC en mijn persoon in mijn hoedanigheid als hoofdofficier van justitie. Daarnaast is een tegenspraakteam geformeerd, bestaande uit een officier van justitie en twee rechercheurs, om beslissingen op operationeel niveau nog een keer door te spreken, om op die manier tunnelvisie en groepsdenken te voorkomen. De samenwerking tussen de partners is uitstekend. Ik wil dit hier ook heel duidelijk stellen. Er is geen enkel dissonant in de samenwerking. Het is duidelijk wat ons doel is en dit team kan dat aan. Het team is op volle kracht bezig, onder andere, maar niet uitsluitend, met het identificeren en verhoren van getuigen, het nalopen van tips die iedere dag en de hele dag door binnenkomen, het binnenhalen en bekijken van beelden van bewakingscamera's. Inmiddels op 50 locaties zijn deze samengesteld. Ook het onderzoeken van de tientallen gegevensdragers, telefoons, computers, USB-sticks, die in beslag genomen zijn. En daarnaast ook forensisch onderzoek, waarvoor wij bijstand uit Nederland krijgen. Ik wil begrip vragen bij de media, maar ook bij het publiek, dat wij nu niet alles kunnen delen met pers en publiek, omdat het onderzoek in dit stadium zou kunnen schaden. De sectie op het lichaam van Helmut Wiels, dat vindt vandaag plaats. Het forensisch pathologisch team van het NFI is daarmee bezig. De resultaten zijn mij nu nog niet bekend daarvan. Naar verwachting zal het lijk van Helmut Wiels worden vrijgegeven na de sectie. Er is inmiddels een aanhouding geweest van twee personen. Er is ook een inverzekeringsstelling geweest. Die is vandaag getoetst door de rechtercommissaris en rechtmatig bevonden. Verdenking is de moord op Wiels en de bedreiging door middel van video is voor beide verdachten aangegeven. Daarmee is overigens nog niet gezegd dat we hiermee de daders ook definitief te pakken hebben. We kunnen nu niet achteroverleunen. Het onderzoek gaat onverminderd door, ook in andere richtingen. Beide verdachten hebben inmiddels het maken van de video en het plaatsen daarvan op internet bekend, maar ontkennen betrokkenheid bij de moord. Na de onderzoek hierna wordt nog verricht. Ik zou graag getuigen willen oproepen die zich nog niet bij de politie hebben gemeld om dit alsnog te doen. Ik wil ook wijzen op de mogelijkheden om dit afgeschermd of anoniem te verklaren. Maar het politiewerk, dat moeten we overlaten aan de politie. Ook naar de pers toe, niet zelf met de getuigen te praten, maar doorverwijzen naar de politie om op die manier gevaar van beïnvloeding van getuigen te voorkomen. Tot zover. Dank u wel.